mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik er oftewel werd. En vandaag zijn we terug in GTA. Sorry dat ik vorige week, afgelopen week, geen video heb gemaakt. Dat kwam door de hitte, want ik zit hier zeg maar onder het dak. En ik kon hier amper ademen. Dus vandaar, mijn apparaten waren ook een beetje overhit. Maar ja, nu zijn we terug. Het is weer afgekoeld. En ik heb een bericht gekregen van Solomon. This is Mr. Richards. Yes, the Mr. Richards. There's been a robbery at my studio. My lawyers are busy in the incentivizing the police. But let's face it. The LSPD couldn't fight the hole in the donut. Besides, a case like this requires personal touch. I hear you're the one call. Come to my studio and take a look. Dus dat is waar ik ben, bij de studio. Als jullie vragen hoe dat ik hier ben gekomen. Ik ga eens even kijken of dat er maar nog... Ah ja. Ja, ik wou hier landen en toen zei ik dat hier een brug was. Ah, dat was ook gewoon echt het slechtste hoestmoment. Perfect, oké. Okay. Ik heb hier al missies gedaan voor Solomon natuurlijk in de story mode. Daar zijn hier ook missies voor. Voor Solomon. Of voor Mr. Richards, ik weet het allemaal niet. Ik denk dat ik hier ook naar binnen kan. Oké. Ik vind het echt een lelijk huis. Echt, la. Recover the stolen movie props to earn cash in RP. Find and return them all to unlock a bonus reward. Oh. FIB, that's FBI of course. Moet ik hier ook iets vinden? Wacht, ik kan zo gaan. Nee, ik kan niet zo gaan. Maar wat ligt hier allemaal? Wacht, ik ga heel even zo. Snapmedic, fotocamera. Wat staat daarop? Vinewood, August 14th, 1949. Wow. Oké, daar ga ik een fotootje van pakken. Save to gallery. Kan ik hier echt niet rond? Nee, oké. Dan moet ik ook een foto pakken van dat het erachter ligt. Moet ik omgekeerd lezen? Kan ik hier een zak van lezen? Die hand, what the fuck? Oké. Ik denk dat dat wel is wat ik moet doen, zeker. You see, all of my priceless collector's pieces gone. Quite honestly, this city's turned... Huh? Shit heap. It used to be fun being rich. Look, find the pieces, return them to the studio, and you'll find I know how to look after my friends. Wow. Wat zegt dit guy allemaal? May you consider that an inter... Oké, het is een beetje een raar ventje. Maar ik denk dat als ik nu Exit Solomon's Office doe, dat ik ja, daarmee moet gaan starten. En dat is dus weer zo'n zoekopdracht. Dat is al wel vaker gebeurd in GTA. Ik ga eventjes een autootje bellen. En dan gaan we daarmee een beetje rondcruisen om te zien of dat we iets vinden. Dus ik zie jullie zo als ik iets heb gevonden, zeker. Oké, ik heb mijn trustertje erbij gepakt. Ik ga eerst even hier kijken. Hey! Daar blinkt iets. Ik dacht te zeggen, ik ga eerst even hier kijken of dat er iets is. Return. Oh, je moet dat elke keer returnen. Dat is kut.
Ik heb een klein beetje opgezocht. Ja, een klein beetje opgezocht. Oh, 10.000. Oh, er zijn ook maar 10 props. Oh! Maar ik heb het een beetje opgezocht. En waar is mijn twister nu? Er is er één in de achterkant van een van de stripclub bij Lester's Garment Factory. Dus ik denk dat dat daar dat is waar dat je hijst, de eerste hijst start, zeg maar. Met story mode. Dus ik ga even die richting uit. Wacht, waar is dat zelfs? Is dat niet aangeduid? Ah, hier is dat. En de andere is daar volgens mij best dichtbij. Dus ik ga daar even naartoe vliegen. See you right now. Dus ik ben er, maar er staat dat het in de backroom is. En daar kan ik niet geraken, behalve als ik dit doe. Maar ik ga niet mee naar coachen, hè, maar gewoon, ik ga gewoon voor hier naar binnen te kunnen. Gewoon zo. Kijk, zo. En dan is hier normaal ergens de prop. Ergens. Backroom staat er, dus. Dat moet dan hier toch wel zijn. Ai. Ik zie niks. Oh, hier, bruh. 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 Dat was heel random. Sorry mevrouw. Nu ga ik mijn prop naar Solomon moeten terugdoen, hè. Dat is wel irritant dat je dat elke keer moet doen. Dag Julie. Of Juliet. Oh Juliet. Oké. Een beetje lopen, mevrouw. Come on, baby. Solomon, hier ik kom. Mijn ding is ontploft. Mijn Twister is mid-air ontploft. Bruh. Ik kan dat ding toch. Ja, ik kan dat ding terugbrengen. Dan moet ik mijn kennis weer afbalen, hè. Allee, nu ben ik echt bij Solomon, hè. There I am. Mooie auto, man. Ga je mij aanvallen? Ga je mij aanvallen? Ga je mij aanvallen? Aanval? Nee, geen aanvallen. Dank je wel, meneer. Ik ga ondertussen even naar binnen. Naar binnen. Weer 10.000. Ik word hier echt rijk van, zo. Maar kan ik hier echt niet tussen? Oh, maar die in dingen komen ook bij op zijn bureau. Want dat is het ding dat ik vorige keer heb gehaald, denk ik. En dat is denk ik wat ik nu heb gepakt. Dan gaan we nu naar Lester's and Garment Factory. Maar even, het zijn 10 dingen. Telkens 10.000. Dus dat is in totaal 100.000. Die guy is hier nog. Dat zijn een pal leuk. Ga eens een keer weg, meneer. Dankjewel. Ik heb trouwens hier de futo. En dat is in het echt de legendarische AE86. Dat is eigenlijk de auto die het driften heeft opgestart. Dat is toch wel een van mijn droomauto's. De meeste mensen die hebben zo als droomauto een Lamborghini of zoiets. Een Ferrari. Maar dit lijkt me wel nice om te hebben. Ja, zo'n driftertje zo. Wow. Ja, en ik moet ook echt leren rijden trouwens. Yay, ik kom random mensen tegen. Ik probeer random weg te rijden.
Ze schieten me dood en maken mijn auto kapot. Oh, leuk. Moet ik die guy nu bevechten ook? Is dat hè? Kijk, het is die jongen. Die jongen viel mij random aan. En ik weet, ik ben fucking scheef, maar dat is ook deels dit pistool. Alleen dit geweer. Waarom? Oh, ik moest nog verder laden. Oh, bijna. Ja, dat was dit kindje. Zombie Kid 213456. Ja, oké. Laat mij alsjeblieft een andere auto bellen, meneer. Want, oh, waarom maakt iedereen al mijn auto's kapot? Dit is waarom ik GTA ben gestopt met spelen. Want er zijn te veel zo'n mensen. Het is gewoon echt niet leuk. Ik ga de Waller LA's bestellen. Dat is wel een cool autootje. Peter, die komt niet naar mij. Oké, hij komt naar mij. Nee, niet kapot maken, niet kapot maken. Niet kapot ski maken, ski. Nee, stap in, mevrouw! Laat mij weggaan, meneer. Laat mij weggaan. Laat mij. Nee, ga weg. Nu ben ik weg, ze. Maar joh, deze achterste ramen hebben gewoon een beetje bulletproof uit. Nice. Maar allee, waar ik over aan het praten was, er zijn in deze game zijn er op dit moment te veel zo mensen die je random gaan aanvallen. En soms zijn dat noobs, soms zijn dat goede mensen. Maar het is gewoon echt niet leuk. Ik wil gewoon mijn ding kunnen doen. En allee, dan word ik random aangevallen. Dat is gewoon echt niet nice. Ik dacht dat het hier was, maar ben ik al goed? Oh, er is iemand die mijn hulp nodig heeft. Dat ga ik ook ondertussen even snel doen. Die meneer of mevrouw heeft mijn hulp nodig. Staat hier zo'n blauw puntje? Oh, sorry. Oké, er staat hier zo'n blauw puntje. Oké, ik ga gewoon heel even kijken. Oh, dat is iemand die in... Wow, dat was snel. Oké, dat is iemand die in dat busje zit. Dat had ik niet door. Ik dacht dat die mensen dat erbij stonden mijn hulp nodig hadden. Maar oké. Ik zal u wel helpen, meneer. Nee, maar dan ga ik deze even pakken tegen NPC's. Ja, ik heb politie nu, hè. Oh, meneer, u mag dood. Oeh, dat was in zijn hoofdje. What the fuck? Oké, wat moet ik hiermee doen? Oh, is dit ook een van Solomon's items? Ja! Dit is een van Solomon's items. Wow, dat wist ik niet. Oh, dat zal... Oh, wow. Wow, dat is cool. Dat wist ik niet. En die politie heeft mij ook gewoon los niet gezien. Ik dacht dat ik iemand moest helpen. Dat was gevangen genomen of zoiets. Toen zag ik een tijgerskin. Ja, oké. En dat is dan ook nog een paar keer. Want er staat vaker zo op die site van In the Vehicle. Dus dat zal dat dan wel zijn. Dat was niet helemaal gezond. Oh, die poppo heeft mij niet gezien. Oh, nu die helikopter mij niet zien. Kom aan. Laat mij wegrijden. Oh, kijk mijn prozen. En ondertussen is alle schade dat ik heb dat ene rampje dat kapot is. Hè? In mijn rumpo. Zo'n wel een pedofin. Pedofin. Ja, oké. Ik ben denk ik de enige die dat grappig vindt. Ja, sorry. Oh, dan, ik moet dat op een andere plaats binnenleveren. Hier. Wauw.
Nee, het is best wel een leuke opdrachtachtig iets. Allee, ik ga ondertussen weer zoeken naar de volgende. Oké, die vorige, dat was dus niet helemaal Lester's and Factory, want die zit hier. Hè. Ik ga een klein beetje rondkijken of ik hier iets zie, maar wacht, hierbij, wat staat er hierbij? Lester Garment Factory Vehicle. Dus er is hier ergens ook een voertuig. Hier misschien ergens. Ik ga even in mijn auto om een beetje rond te kijken. Ja, ik heb een klein beetje een aanvaring gehad met... Oeh, wacht, hier is iets heel gekleurd. Dat is wel geen vehicle, maar... kan ik hier niet naar binnen? Nee, oké, niet dus. Ik had een kleine aanvaring met de politie, maar het is allemaal goed gekomen. Ja. Voor mij toch. Oké, een vehicle. Een vehicle. Ik zie hier geen vehicle in de dichtstbijzijnde aardappelen. De enige vehicle dat ik zie, is die van mij en die van die politie. Misschien... Ja. Daaruit stond dat zo heel duidelijk op de kaart aangegeven, maar nu niet echt. Misschien zit ik dan toch verkeerd. Oh, kijk mijn vier wielen het werk doen. Oké, ik zie hier helemaal niks. Ik kan nog een klein beetje rondkijken of Kim. Oké, ik wou net beginnen met dat de auto een event is. Dus dat dat maar om de zoveel keren er komt. Dus dat dat er nu niet is. En als dat er komt, komt dat inderdaad met een blauw stipje op de kaart. Maar nu is dat niet zo. En toen werd die kapot gemaakt. Misschien moet ik beter in een invite-only sessie gaan, maar ja... mechanic hier. Maar dan ga ik naar de volgende. En die is... Ja, oké. Ik ga dan ook gewoon mijn oppressor. Het boeit me gewoon niet meer. Die is bij Casino in de toiletten normaal gezien. En nu ga ik gewoon naar daar. En dan ga ik het ding terugbrengen. Offcam. En... Allee... Of cam ga ik naar daar, of cam ga ik terugbrengen. Ik ga gewoon even laten zien hoe dat ik het pak. Want de video, die, ik weet niet hoe lang dat die ondertussen is. Maar het kan zijn dat die al best lang is. Ik heb er niet echt naar gekeken. Maar we zijn nu direct bij de casino. Dus ik ga niet meer knippen, want dat is gewoon zo te veel werk. Hallo. Oké, dat was Boeboeske. De meneer is dood. Nee, meneer de meneer. Spijtig. Oké, dat was wel heel droog spijtig. Oh, fuck hem. Zo van, oh no. Anyways. Als je die meme niet kent, dan is het niet grappig. Maar het is wel een goede meme, vind ik. Ik vind veel memes goed. Ja. Waarom duren die loading screens van The Diamond Casino en Resort altijd zo lang? Ik heb trouwens nog niet gedraaid aan de wheel. Aan de draaiwiel heb ik niet gedraaid. Hallo? Diamond... Ah, hier. Oeh, dat is een mooi autootje. Is dat een van de nieuwe? Oh, sinds wanneer zegt dat wanneer dat mijn spin of de... Oh, dat zal waarschijnlijk met de nieuwe update zijn. Want oh, dat is zo handig. Ik was altijd... Ik kwam hier altijd binnen voor dat ding te draaien. En dan was ik altijd zo net zo niet goed. Oké. Zo. Oké, zo. Oké, ik weet even niet meer. Zo.
Waarom is er ineens 9500 euro van mijn geld af? Oké, auto. Kom aan. Nee, zo close. Too bad. Oké, dan ga ik eventjes kijken bij de toiletten. Ik weet niet waar dat de toiletten precies zijn. Ik denk hier ergens van achter. Maar ik weet het niet. Ah, hier is horse racing. Daar ga ik niet doen. Hier op de map zie ik al. Ah nee, wacht, het zijn trappen. Ik heb geen idee. Waar zijn toiletten dan? Een mens moet toch gewoon kunnen naar het toilet gaan? Ik wou iets anders zeggen, maar ik weet niet. Hallo meneer. Hoe gaat het meneer? Oh ja, eigenlijk moet ik precies wel een andere stijl aandoen. Misschien is dat zo. Is het hier? Op een piscine of zo? Hier? Iets speciaals? Nee. Of op een toilet eventueel? Ah, maar er zijn zeker meerdere toiletten. Wacht, ik ga kijken welke toilet het is. Wacht. Hier. Het is niet deze, het is deze. Deze toilet. Ja. Dus dan ga ik daar even naartoe. Dat is recht naar de overkant. Hè. En daar ligt dan de hoeveelste prop ondertussen? De derde, de vierde? Ik weet niet meer. Goh. My brain is just a little bit slow, huh? Oh, hallo meneer. You're gonna need to back up. Oh. Hier is het wat. Oké, I guess. Ik ga dan nu even naar Solomon Richards terugbrengen. En dan zie ik u bij de volgende. Dat is bij de hippie, denk ik. Oké, ik ben er bijna bij de volgende. En dat is dus inderdaad Hippie Park. Oh, mijn waypoint staat gewoon perfect. Kijk, mijn professional zijn. Ik weet niet precies waar in het Hippie Park, maar dat moet wel duidelijk zijn, zeker. Hippie Park is ook niet heel groot. Ligt hier iets? Dikke UFO. Ik heb het weer onderschat, hè. Er ligt hier boven iets. Oh, daar zie ik iets flikkeren. Ja. Wow, joh, dik alienhoofd. Oké, nu moet ik die helemaal terug naar Solomon brengen. Maar dat is echt, ik sta hier, hè. Dat is echt... Ik zal eens even zien hoe ver. 6 kilometer. Perfect. Allee, tot bij de volgende prop. Oké, dit is nummerke 6. En hij is hier bij mijn bunker hier en mijn facility daar. Dus ja, dat is handig. Maar nu moet ik weer echt gewoon 5 kilometer terugvliegen. Oh, ik zie het ook gewoon al direct hier. Maar ik weet ook niet wat ik uiteindelijk ga krijgen. Ik heb niet echt opgezocht of zo. Heeft hij dat gezegd of ik het ging krijgen? Allee, buiten dat geld, want dat geld is best veel. Allee, ik heb nu al 55.000. Allee, 50.000 waarschijnlijk. Yay, terug naar Solomon. Oké, ik ben op de legerbasis aangekomen. En ik heb hier een hangar. Oké. Ik heb hier een hangar, maar ik was vergeten dat als je politie hebt van tevoren, zij ook allemaal boos worden. Maar wat ik dus zou zeggen, als je dit na wilt doen, van mij, ik raad u een hangar aan. En geen politie. Nu moet ik Lester bellen. Oh. Lester, hier, Lester. Of zijn ze mij al kwijt? If it isn't
Ja, maakt mij ook niet uit. How can I help? Okay, okay, I'll get you out of trouble. No problem. Oh, maar ik word nog altijd beschoten, een kak. I'll get you out of trouble. Ja, hun icoontjes zijn weg, ja. Maar ze blijven wel op mij schieten, die kakken. Oké, oké. Waar is dat ding? Ah, maar ik ben bijna dood, ben bijna dood. Oké. Het moet bij dit gebouw zijn. Dus, gaan die mij nog beschieten, die muntjes? Hier. Proximity mine, sinds wanneer liggen die hier dan? Ah, maar dit is de toren. Oh. Ligt het in de toren? Oh, je kunt hier ook gewoon binnen, dat wist ik niet. Oh, ik heb nu 4 sterren. Ik mag hier blijkbaar niet binnenkomen. Lester? Sorry, Lester. Ik bel u nog later wel. Oké, dit is niet zo positief. Maar ik wil gewoon even jullie ding dat jullie hebben gestolen. Even... Oh, die werd even gecatapulteerd. Maar ik wil gewoon even het ding dat jullie hebben gestolen. Gewoon teruggeven aan zijn eigenaar. Maar ik weet niet of dat ding zelfs hier is. Zeg, hey, Perry, stop te smissen, snurken. Kijk, kijk, kijk. Vijf secondjes wachten. Ik ben even iets aan het opzoeken. Oké, okay, het is binnen. Het is binnen. Ik ben er letterlijk langs gelopen. Ik had gewoon dat ding moeten... Oh! Ik was niet op de map aan het kijken. Ja, dat is embarrassing. Oké, maar ik span hier wel gewoon omdat ik een hangar heb. Dus dat is best chill. My personal vehicle is stolen by the cops. Dat is niet leuk. Oh, ik was niet aan het opletten. Oké, kom aan. Ik weet waar dat is. Ik ben een professional in het maken van dit soort video's. Dus iedereen kijkt hier en doet mij na zo van... hey, kijk, ja, yeah, hier is... dingen. Oké, maar... Oh, bro, ik ben er letterlijk langs gelopen. Oh, maar nu moet ik dat ook nog helemaal terug naar Solomon doen. Oh, dat was ik vergeten. Maar... Oh. Oh, ik mocht daar binnen niet zijn. Oh. Oh. Maar ik heb hier een hangar, dus ik ga heel even snel naar mijn hangar lopen. En dan ga ik met mijn coolste vliegtuigje van de wereld, ga ik gewoon zo, wiii. Het is een Russisch vliegtuig. Ik heb het gekocht, voor heel veel monies. En, het is een van de snelste vliegtuigen. Derde snelste, denk ik, of zo. En, het kan heel goed op kleine locaties landen. Als je de wielen uit doet en je drukt de rem vol, dan kan die banaan naar beneden vallen. Recht naar beneden. Ja. Ik ga dan naar Solomon. Met dit vliegtuigje. Oh, mijn ander vliegtuig, mijn Rogue, is geboden. Oké, okay, maar met dit vliegtuigje ga ik even naar die meneer. Ik zie u daar. Oké, oké, dat was onverwacht. Ik ga nu hier zo met mijn vliegtuigje landen, zo. Wacht, oké, dit is een beetje gevaarlijk. Ik ga te hard vallen. Maat, ik moet echt leren vliegen. Oké, kan ik nog opstijgen? Oké, dat was nipt. Dat was heel nipt. Oké, ik ben aan het roken. Maar dat was wel echt gewoon maar 2 minuutjes, die reis. Het landen duurt volgens mij ondertussen al langer dan de reis zelf. Oké, oké, oké. Kijk, hier, perfect, 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 perfect. Oké, zo. Hij is wel een beetje hard aan het roken, dus ik weet niet of dat hij nog...
of dat hij nog gaat kunnen opstijgen. Oh mama, nee, nee, nee. Ha! Oh. Maar ik ging eigenlijk deze dingetjes eruit knippen, hè? Maar ik ben nu ondertussen zo, zo hard aan het praten dat ik dat al er niet meer ga uitknippen. Maar pot vol koffie, mensen! Maar ik zit hier ook vast op dat stoepje. Ja, dit vliegtuig gaat zelfs zo hard ontploffen. Nee, 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 nee. Nee, paaltje. Oké, oké, oké. Ja, maar dat is lastig, hè. Verkeerspaaltjes met zo'n groot ding. Oké, ik denk dat deze zo meteen gaat ontploffen. Maar dat zullen we dan wel zien. Waar was deze? Ah ja, op de legerbasis. Ik heb... Ja, ik ga ook gewoon blijven praten nu. Ik wil ook gewoon niet meer dat eruit geknipt wordt. Oké, even een mooie lelijke huisje zien. 7 van de 10 movie props returned. Ik denk dat er nog 1 stationaire zit en dan nog 2 van die speciale. Zoals ik daaruit in was gefaald die te vinden. Omdat die alleen op bepaalde momenten komt. Oké, please start up, mijn vriendeke. Oké, dan zal ik eens even zien waar dat de volgende is. Oké, terwijl ik mijn ding opstijg. Oké, direct wieltjes uit, in bedoel ik. Oh, daar, oké, ik weet wel waar dat dit is. Oh nee, mijn motor is uitgevallen. Nooit een goed teken. Oké, perfect! Perfect! I am alive. And I am glad I am alive. Oké, ik ga ook gewoon op de Hakuchu. Hier, mijn mooie roze... Oh, dit is echt de lelijkste ding. Waarom heb ik dit ooit gemaakt? Oké, maar de volgende is daar. Oké, wacht. Waar is dat precies? Bam, 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 bam. Wacht, hè. Waar is dat precies, meneer de meneer? Ik moet even op een mapje kijken hier beneden. Oké, wacht. Hij is hier. Dan... Ah, hier, ja. Oké, daar ga ik met een motor naartoe. 8 keer. Ik was niet aan het opletten. Ik was niet aan het opletten. Sorry, mevrouw, ik ben weer weg. Oké. Oh. Oh. En nu omhoog. Oh. Wat probeerde ik ook. Oké, nu ga ik echt gewoon er naartoe. Ik zie je als ik daar ben, binnen ongeveer 5 uur dus. Oké, ik ben er, maar ik weet niet precies waar dat het ding is. En volgens mij vallen deze mensen aan. Dus ik ga heel even wachten. Ik ga heel even kijken waar dat het precies is. Met een sniper. De die. Oké, als het zelfs buiten is, want dan weet ik... Die vallen mij nu al aan! Oké, ik weet waar het is, ongeveer. Waarom vallen ze mij aan? Dat was niet volgens plan. Het is daar ergens. Moet daar ergens zijn. Oh, ik ga op die motor zitten. Ik moet hier weg, ik moet hier weg. Ik ga dood. Nee. Nee! Waar slaat dat op? Oké, het is. Ik ga. Wacht. Het moet echt hier zijn, volgens mij. Ik ga heel even weer kijken hier. Ja, dat is echt op dat einde. Ah ja, en dat is bij dat podiumachtig iets. Kan ik mijn motor. Yeah! Merci bien. Merci bien. Merci.
Ik dacht vroeger echt dat dat mercy betekende in het Engels. Mercy. Maar dat is compleet iets anders. Oké. Ik wil alsjeblieft niet dood. Oké, dit is niet slim op een motor te doen eigenlijk. Oké, het moet hier zijn, het moet hier zijn. Op dit ding. Ja. Het is ingespand. Merci bien, mensen. Oh, meneer. Oké, een dier. Dieren. Oké, en nu opproppen met die handel. Perfect. Oh, nee, dat gaat minder perfect gaan. Oké, mijn val is gebroken en nu. Oh, perfect. Perfecto mundo. Oké, ik ben echt goed in deze game. Perfect. Sting me a higher love. Nee. Volg mijn rem. Maar nee, ze hebben mij niet gezien. Dat is niet eerlijk. Zo. Perfect. Ik ben echt slecht in deze game. Ik weet het. Allee, ik ga naar Solomon. En dan zie ik jullie ergens. Ik weet niet. Oké, ik heb net nummer 8 binnengebracht. En in totaal zijn er 3 random events. Ik heb er 1 al gedaan. Helemaal in het begin. En de andere 2 ga ik nu naar kijken. De ene van in de riool is in de nacht te doen. Hopelijk werkt deze nog. Want ik heb hem hier perfect geparkeerd, moet ik zeggen. Het ging beter dan de vorige keer. Maar ik heb het er waarschijnlijk uitgeknipt. Want ja... Ik zei niks. Ik hoor op de achterkant al van alles dat niet veel goed voorspelt. Go to Rogers and Scrap. Nee. Rogers Salvage and Scrap. Oké, is het er al? Is het er al? Ik denk het niet. Kijk een beetje zo. Perfect. Perfecto mundo is wel kapotski. Oké, nu moet ik hier zeker een paar uur wachten. Wacht, hoe laat is het? Het is nu 9:20 in game. Oh. Ja, oké, slim gedaan, Woudeken. Ja, wat moet ik nu doen? Ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Wacht, ik weet iets. Ik kan een andere server joinen. Zo, find new session. En dan is het daar misschien nacht. Hopelijk. Ik hoop dat er nacht is. Hoe lang duurt een volledige dag in GTA? Ik zou het niet weten. Oké, maar ik ga al verder een filmpje kijken van waar dat precies is. Wacht, wat? Het is voor de deur bij Lester. Bij Lester zijn ding letterlijk voor de deur. En 's nachts. 1 uur tot 3 uur of zoiets.
is niet echt 's nachts, denk ik. Is het wel een beetje later dan... Oh. Ja, dat was per ongeluk. Ik drukte op per ongeluk twee keer. Het is 10 uur. In-game. Nice. Oké, maar wacht. Ik kan normaal mijn rook... Wacht. Oh, sorry, meneer. Maar meneer, doe dus een keer rustig. Maar meneer. Dat was wel cool. Ja, ik was hier rustig iets aan het doen toen meneer mij ineens aanviel. Oeh, ik kan hier naar beneden. Oeh, dat wist ik niet. Ah. Waarom heb ik dat gedaan? Ultralight Rogue. Ik wil de Rogue. Oké, maar nu moet ik hier nog uitzien te komen. Oh, ik kan hier gewoon eruit. Cool is dat. Oké, waar spant mijn Rogue? Oké, best dichtbij. Dan ga ik gewoon een beetje rondvliegen met Rogue totdat het nacht is. Lopen, 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 lopen. Oh, ik had per ongeluk op rondje gedrukt, zo. Oh, mijn vinger. Zo ben ik snel. Rook is ook een van de snelste voertuigen in de game. En twee personen. Het is wel een chill vliegtuigje. Alleen gaat het best traag, stijgt best traag op. Oké. Oké, zo. Nu ga ik een beetje stunt vliegen. Hè. Een beetje. Dit soort dingen. Een rondje natuurlijk en dan zo een beetje. Dit is zo cool. Ik was heel hard aan het optrekken, maar ik had niet door dat ik zo dicht bij de grond was. Ah, maar nu is mijn rook ook al kapot. Oké, het was mijn eigen schuld, maar nee, ik wil Moss Mutal. Hello, this is Moss Mutual Insurance. Sure. Oké, het ding spant normaal hier, ergens in de buurt, dus oké, maar wacht, ik ga nu zo naar vehicles en normaal kan ik ook de Molotok. Oh, ik moet nog 2,5 minuten wachten. Oké, ik ga een beetje mij vermaken totdat het ergens middernacht is in game. En dan zie ik jullie weer terug. Oké, ik ben terug. Het is ondertussen 2 uur later en ik kon het niet vinden. Het probleem is, ik heb net opgezocht wat het allemaal is. Dus je hebt in totaal 3... verschillende voertuigen dat de dingen in zich kunnen hebben. En je hebt de Rumpo van, de Pony van en de Rebel Pickup. De Rumpo van, dat was die eerste dat ik heb gehad. Dus die heb ik al gehad. Dat is die van die Chinese straat. Dus daarom kwam die niet bij Lester's en huisding. Dus ik moet nog een Pony van en een Rebel Pickup vinden. De Pony van is bij Court Center, bij Epilon Center of bij Tongva Drive. En ik ben nu bij Epsilon Center. Wacht, waar is het noorden? Daar is het noorden. Dus ik sta nu aan de oostkant. En hier is, zoals je ziet, niet echt iets. Dit is denk ik het Epsilon Center, toch? Is het het Epsilon Center?
Ik denk dat dit het Epsilon Center is. En aan de oostkant. Dat is dus hier. En hier staat inderdaad dus niks. Dan ga ik naar het Court Center parking lot. Waar is dat nu weer? Ja, het is dus moeilijker om die te vinden, die laatste twee. Die eerste had ik direct gevonden, heel random. Maar blijkbaar is het dus moeilijker als gedacht. Echt, dit is toch... Dit is toch het Epsilon gebouw, hè? Ik ben nu echt gewoon niet meer zeker ook gewoon, hè. Dat is echt... Court Center parking lot. Oké, ik ga dat even opzoeken en daar ga ik dan naartoe. Ik ga zien of dat daar iets is. Ik zie u dan als ik hem heb gevonden, zeg maar. Oké, ik ben aangekomen op het Court Center. En ja, dit is blijkbaar het Court Center. Ik ga hier eens even kijken. Ik heb weinig hoop. Ik heb geen idee wel dat dat ding zou moeten zijn. Oeh, hier is nog een ding naar beneden. Oeh, dat wist ik niet. Dat is ook weer zo... Waarom zou GTA dat doen? Zo'n random event. Want je vindt het nooit. Je vindt het nooit. Als je ernaar kijkt of als je... als je het zoekt of als je het niet zoekt, je vindt het nooit. Dat is zo irritant. Ja. Het volgende clipje heb ik hem gevonden. Hoop ik. Oké, het is op dit moment zo'n 5 dagen later, denk ik, als ik kan tellen. En je hebt geen clipje gezien van dat ik hem heb gevonden. Dat is omdat ik de 2 laatste niet heb gevonden. Ja, spijtig, maar ik heb echt gewoon geen tijd meer. Het is op dit moment woensdag 18:25. Dus binnen 1,5 uur moet deze video online staan. Dus ik heb niet veel tijd meer. Ik ga jullie gewoon laten zien waar dat de plaatsen zijn, waar dat ze kunnen spawnen. Zodat jullie hopelijk meer kans hebben. We zijn al de hele tijd aan het tollen rond de eerste plaats waar dat die kan spawnen. Waar dat de tweede... het tweede busje kan spawnen. Dat is waar dat ik nu boven ben. Dus ik ga het op de map laten zien. Hier, precies op deze straat. Dat is de Epsilon Building. On the east side. Het huis ziet er... Ik ga nu iets heel riskant doen. Dit is het huis hier. Zo ziet het huis eruit. En hier ergens zou het moeten staan. Ik weet niet precies waar. Dat is dus de tweede dingen. Eén van de tweede dingen. Want je hebt in totaal 3 posities waar dat die dingen kunnen zijn. In een totaal 3 zo'n dingen. Ja, ik kan niet meer praten. De tweede positie voor deze venneke kan zijn op deze parking. Daar is hij zo te zien, inderdaad ook niet. Maar dus de parking van dat gebouw, dat is op de kaart hier zo. En dan gaan we naar de laatste positie. Dat is... ik ga daar nu overvliegen met mijn vliegtuigje. Dat is hier op deze straat ergens, rijdt hij. Hier op dit stukje rijdt hij. En... die rijdt in de richting waar ik naartoe vlieg, op, normaal gezien. Dat is dus deze straat. Dat zijn alle plaatsen waar dat die kan spawnen, waar dat de tweede auto kan spawnen. De eerste heb ik natuurlijk al. En de derde, daar moet ik heel even goed nadenken. Het is ondertussen 5 dagen geleden dat ik dat ding nog heb gezien. Ik weet weer. Er zijn in totaal ook weer 3 plaatsen voor de derde. Ik ga er eventjes snel naartoe vliegen. Met jullie erbij in mijn coole vliegtuigje. Ik vind dit zo'n vet vliegtuig. Het ziet er goed uit. Het is snel. Het is niet goed bewapend. Maar het is zo chill. Voor dit soort dingen. Ja. En het is zo
Oh, ik vind het zo mooi. Het is een Russisch vliegtuig trouwens. Oké, maar we zijn er alweer bijna. De volgende plaatsen zijn hier. Oké, hiervoor ga ik misschien denk ik best heel even landen. Gewoon hier even aangaan. Motorken van mij. Oké, perfecto mundo. Ik ga hier direct eventjes indraaien, want het is hier te doen. Oké, we zijn op de tweede straat. Chase Bones. Denk, wacht, het is meer Nadara. De precieze positie weet ik niet. Oh fuck, pak nee, kaas. Kaas. Dat was zo random. Autoke. Ja, sorry mensen, ik ben gewoon een beetje breed, oké. Okay? Ah, hier is Willy's. Op deze parkeerplaats kan hij staan. De derde dan. Op deze parkeerplaats waar ik nu ben. En dan. Oké, dat is dus hier op de map, hierboven. Hier kan die staan. Oké, ik ga eventjes achter deze guy invoegen. Mijn hele professionele auto, meneer. Ik moet echt leren rijden met dit ding. Oké, dan moeten we nog een heel stukje verder, denk ik. Het is hier ergens. Het is wel heel klein. Kom aan, maar red eens voort. Ik weet dat mijn vliegtuig snel is, maar jij zit ook gewoon traag, hè, meneer. Oké, wacht, hè. Ja, het is dit ding hier, dit gebouw. Dus dat is hier op de map. Dit gebouwtje. Dit gebouw is het, de henhouse. Daar staat die ergens van achter. Zou die moeten staan. En nu sta ik gebokst, hè. Hey, red eens door, maat. Doorheen. Godverdomme. Paal. What the fuck gebeurt er? Niemand heeft dat gezien, by the way. Dat is niet gebeurd, zeg maar. Oh, maar nu heb ik politie. Ik heb wel een coole outfit trouwens. Die heb ik volgens mij veranderd in de afgelopen 5 dagen. Kom aan, weglopen, 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 weglopen. Ja, 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 ja. Ik ben gewoon aan het escapen, hè, van hen. Kijk, kijk. Kijk mij escapen. Oké, ik wil een auto, want ik ga de laatste plek aan jullie laten zien. De laatste plek van de laatste auto. Godverdomme. Oké, hier busje, busje. Pederbusje. Altijd goed. Pederbusje, pederbusje. Nee, pederbusje. Ja, pederbusje. Goed gedaan, mevrouw. Oké. Oh, ik heb nog een waypoint staan. Oké, de volgende en laatste. Oh, ik heb een bounty. Yay! De volgende en laatste is op deze straat waar dat ik nu rij. Driving North. Dus op deze plaats. Wacht. Driving East, denk ik. Dus waar dat ik nu rijd, daar rijdt hij normaal. Ik weet niet precies wat voor busje. Maar hier ergens zou hij moeten rijden. En dat is dan de laatste plaats. Dus ik ga hier bij deze video afsluiten. Ik moet nog editen. Ik ga niet heel veel tijd meer hebben. Maar bedankt voor het kijken. En hopelijk vond je het leuk. Het is een beetje een andere video als normaal. Maar doe een like. Abonneer. Ik heb gezien dat echt
een derde van mijn kijkers van de views niet is geabonneerd. Dus abonneer allemaal. Oh, fuck, maat. Wow. Dus bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week in een nieuwe video. Yo, yo, yo. Maar hey, je lijkt me scheids, maar alle waaien jeurt.